We staan hier op de Irene Vorrinklaan. Hier is brand geweest in een appartement op de 15e verdieping. De bewoonster heeft zelf de brandweer gebeld, is gevlucht via het balkon. Is zelf niet gewond geraakt bij de brand, voor de zekerheid wel nagekeken door de ambulance. De brandweer is naar de 15e verdieping gegaan om de brand te blussen. Ze hebben daarvoor gebruik gemaakt van de droge stijgleiding in het gebouw, omdat wij met slangen niet de hele trap omhoog kunnen. De schade in het appartement is aanzienlijk. Daarvoor is nu ook salvage te plaatsen. Team brandonderzoek van de brandweer is daar ook om verder onderzoek te doen naar de brandoorzaak en het brandverloop. Wij maken gebruik van een brandweerlift. Dat betekent dat wij zelf de lift kunnen bedienen. Daar zetten we al het materiaal in en wij sluiten water op een droge stijgleiding, zo noemen we dat, aan. Dus we sluiten beneden water aan, dan kunnen we boven aftappen. En de slangen die we meenemen in de lift, die kunnen we boven aansluiten om de brand te blussen. Dus we maken gebruik van de lift om onszelf naar boven toe te vervoeren. En we nemen onze spullen mee en het water gaat via een vooraf geïnstalleerde buis. Volg ons online via Facebook @AltijdN1, op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.